zeg altijd, je moet kijken naar het verleden, naar het heden en naar de toekomst. Ik ben er in 1958 ingekomen als jongste raadslid van Nederland. En toen gelijk al deden de mensen een beroep op je toen ik in de gemeenteraad kwam. En er zijn ontzettend veel problemen bij iedereen. Iedereen mag zorgen, iedereen heeft problemen. En dan voel je wel, als ik ben gedaan, willen de mensen toch iemand hebben waar ze tegen aan kunnen spreken. En er zijn ook een heleboel mensen, die hebben ook mensenvrees. En dan is het, ja, ik kan niet daar naartoe gaan of naar die. Maar hoe ga je ze gewoon een fietsenmaker, laat ik daar maar naartoe gaan. Want die hebben wel een open oor voor me om naar mijn problemen te luisteren. Hoe ken ik meneer Hoegé? Als de fietsenmaker van Vreeswijk. En dat hij opkomt voor het dorp. Dat is voor ons een belangrijk punt natuurlijk. En als hij kan, doet hij wel wat voor Vreeswijk. Daar stond hij onbekend. Het is gewoon hier een publieke iemand die heel bekend is als fietsenmaker. Als ik ermee stop, dan val ik in een gat. Want ik heb de ervaring dat wanneer iemand in de politiek zit, het zijn je burgemeester, het zijn je wethouder of raadslid. Als ze de gemeenteraad uit zijn, dan ben je eruit. Dan ken je ze niet meer. Er moet een keertje een eind aan komen, maar hij bepaalt zelf zolang hij kan werken. Dan blijft hij gewoon in de gemeenteraad zitten dus. Ik ken hem alleen als fietsenmaker eigenlijk. En alleen maar dat ik weet dat hij af en toe netjes in het pak naar de vergaderingen moet. Maar hoe hij daar te werk gaat of functioneert, dat weet ik niet. Er is al eens in het verleden een peiling gedaan, en dat was toen ik er 40 jaar in zat. Zijn er nou nog raadsleden die er ook 40 jaar in zaten? Nou, die waren niet te vinden, want toen waren de mensen die zaten er 20 jaar in, 25 jaar. Toen zat ik er 40 jaar in. Nou zit ik er dan 51 in. En nou heb ik wel gehoord, ze zeggen ook wel van diverse bronnen, dat er ook nergens iemand te vinden is die nog geen 30 jaar haalt.